Welkom bij een nieuwe video en welkom bij wat GTA 5 Online. En ik ben pas net wakker, sorry voor mijn scuffed stem. Maar vandaag gaan we wat challenges doen. Dit is wederom weer heel lang geleden waar GTA Challenge hebben gedaan. En toevallig kwam ik net mijn andere kanaal tegen en ik zag deze challenge. En ik wilde hem eigenlijk nog een keer proberen. En de challenge, waarschijnlijk heb je me letterlijk al in de titel zien staan, is wij gaan proberen om met de... ja, hoe heet die? Met die vliegende motor van Mount Chiliad helemaal naar mijn jacht te kunnen vliegen. Nou is het zo dat... ik bedoel de MK1, niet de MK2. Dus die MK1 motor is die motor waarbij je iedere keer moet gliden. En dan heb je een boost, kan je weer gliden. Dus niet die MK2 waar je gewoon letterlijk naar space kan vliegen. Maar die andere. En ik zit dus momenteel ook niet op mijn eigen account. Aangezien ik dat ding heb verkocht. Ik heb die ooit gehad. Ik heb eigenlijk ook spijt dat ik die verkocht heb. Want ook al is de MK2 een stuk beter. De MK1 is een stuk leuker. Dus vandaar dat we nou hier zijn. En volgens mij had ik hem al aangeschaft. Maar ik weet niet zeker. Dus we gaan eens even kijken. Penthouse Garage. Oeh, kijk eens aan. Ik heb hem al besteld blijkbaar. Ik wilde deze video al eerder ooit opnemen. Maar dat heb ik toen niet gedaan. Dus hier staat hij. Dit is de MK1 volgens mij. Hoe heet het? Oppressor MK1. Zo heet hij, toch? Ja, of gewoon de Oppressor. Mark 1. Dit ding gaan we dus gebruiken. Hiermee kan je dus gliden en boosten. En je kent het allemaal wel. Ik wil dus binnenkort een soortgelijke challenge doen met die rocket car, maar dat zien we dan wel. Ik wil ook binnenkort dus weer challenges terugbrengen. Dus mochten jullie leuke challenges weten die we binnenkort kunnen doen, laat ze zeker achter in de comments. En het mag in principe van alles zijn. Het hoeft ook niet per se in GTA Online te zijn. Het kan ook in singleplayer. Ik zag bijvoorbeeld een haaien challenge die ik ooit gedaan heb. Dat is wel sick. Maar dat laat ik heel over aan jullie. Dus wel iets verzinnen wat leuk is, origineel, maar ook te doen is. Alsjeblieft, dankjewel. Gaan we nou waarschijnlijk richting Mount Chiliad. Of... ik ga eerst even kijken waar mijn jacht is trouwens. Ik heb geen eens een jacht hier zeker. Ah, ik heb wel een jacht. Kijk eens aan, daar is een jacht. Ja. De grote vraag is... waar gaan wij hem neerzetten? Want dit is Mount Chiliad. En in principe zou je zeggen... dit moet makkelijk te doen zijn. We kunnen het eerst even proberen. Want het is moeilijker dan het lijkt. Van wat ik me herinner. Dus we gaan sowieso eerst even richting Mount Chiliad. En dan kan het zijn dat we straks nog dat jacht verplaatsen. Of nog wat andere gekke dingen doen. I don't know. Misschien van Mount Chiliad naar de stad vliegen. Maar ik kan je vrijwel garanderen dat dat niet mogelijk is. Hoe vlieg ik ook met dit ding? Nail it! Hoe vlieg ik met dit ding? Of hoe glide ik met dit ding? I don't know. Hoe klap ik die dingen uit? Tony, laat me rust. Hoe klap ik die dingen uit? Ah, oké, okay, R1. R1 het is. Ik heb echt spijt dat ik de ding verkocht heb. Dit ding is zoveel leuker dan de MK2. Zoveel leuker. Oké, okay, Dit belooft veel goeds. Je zag er in de verte, zag je mijn motor neervallen. Oh god, die gaat helemaal fout, hè. Die gaat helemaal fout. Maar ik denk dat we hier een hoop leuke challenges mee kunnen doen. Dit ding is echt leuk. Het is eigenlijk een heel leuk voertuig. Ik dacht dat je om de zoveel seconden weer kon boosten. Dan begin ik te twijfelen of dat is wanneer je de grond weer aanraakt. Want in dat geval... dan wordt het gelijk een heel tikkeltje moeilijker. Volgens mij kon je de rocket car om de zoveel seconden boosten. Maar dit ding niet. Even kijken. Hoe lang kan ik blijven zweven? Kijken of ik ook weer een boost kan pakken. Want nou begin ik oprecht te twijfelen. Ik denk dat je hier niet mee kan blijven boosten. Dus, nou, naar de stad gaat hem sowieso niet worden. Naar het jacht wordt dan ook gelijk weer een tikkeltje moeilijker. Vooral om daar ook nog een beetje een fatsoenlijke landing te krijgen. Maar, nee, kijk maar. Je kan dus niet blijven boosten. Dus je hebt echt letterlijk maar één boost. Dan moet je gaan gliden en hopen op het best. Interesting. Ik realiseerde me net, hè. Mocht ik zometeen deze challenge falen en ik land ergens random in de oceaan, dan ben ik verdoemd, want ik kan gewoon niet meer terugkomen. We hebben wel een probleem. Dat wordt nog interessant. Maar ik blijf doorgaan tot we het halen. Ik weet dat het kan. Ik heb het dus ooit een keertje eerder gehaald. Oh, boost. Ik heb het dus ooit eerder gehaald, dus ik weet dat het kan. Dus wij blijven doorgaan tot we het halen. Dat is zeker. En we zijn ook bijna op het topje van de berg. Ik heb echt zo'n spijt met dit ding, man. Dit ding is zo nice. Hoe duur was dit ding? Volgens mij was dit ding...
Ik zal zo even kijken hoe duur het ding was. Hij is goedkoper dan een MK2, dat sowieso. Het ding met die glide is wel... Het lijkt wel erg simpel. Ah, je pakt die glider en je glide er naartoe. Maar je moet best wel... oppassen. Want als je een klein beetje te snel gaat, dan val je als een baksteen naar beneden. Dus je moet het echt goed balanceren. En we gaan zo meteen zien of ik dat goed kan balanceren. Ik heb geen idee. Ik weet wel dat we in ieder geval boven aan de top zijn momenteel. Dus dat is goed nieuws. De motor werkt nog. Ik weet niet wat de mooie plek is om eraf te rijden. Er is ergens een ramp, wat ik me herinner. Ik weet alleen niet of dat in de juiste richting is. Volgens mij wel. Oké, waar is... Oh, jezus. Ik zit helemaal verkeerd te kijken. Het is daar. Ik zat meer hier te kijken. Het is achter dit stadje. Oh. Nee, ik zat wel goed te kijken. Waarom zie ik het niet dan? Hallo? Waar is dat jacht? Ben ik blind? Oh, het is daar. Oh, maar dat is makkelijk. Kijk, dat speelt dichtbij. Weet je wel? Het kan tegenvallen. Mochten wij het makkelijk halen, dan verplaats ik hem zo meteen. Zet hem verder weg. Want dit is... Come on, dit is letterlijk daar. Ik durf bijna te garanderen dat ik het nog ga falen. Het is echt iets voor mij om het dan alsnog te falen. We gaan eens even kijken. Ik denk niet dat, dat dit een heel groot probleem moet zijn. Maar kan het wel dus. Mistakes were made. Fuck. Nee, kijk waar mijn motor is. For fuck's sake. Oh my god. Oké, nou weet je wat? Ik had een parachute, hè. Ik hoop dat die parachute zo meteen opent. Want ik ga kijken of ik mijn motor kan halen. Dit was niet expres, by the way. Hij opent zijn parachute. Are you kidding me? Open je parachute. Hallo? Oh mijn god, nou krijgen we dit. Ja, nee, doe dit die ook mag eraan, hè. Alsof het al niet erg genoeg was. Het enige wat ik wil doen is gewoon mijn parachute openen. Hoe moeilijk kan dat zijn? Open je parachute. Yes, hè. Dan gaan we tenminste een stukje sneller. Oké. Waar, oh waar is dat ding? Heel ver kan het niet zijn, zou je zeggen. Maar hij werd echt gelanceerd, hè. Hij werd letterlijk gelanceerd. Hij rolt nog steeds verder. Oh, wow. There he goes. Amazing. Hij is nog steeds heel. Hé, daar heb je nog een ander parachute. Stop. Stop, 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 stop. Stop. Kijk, een nieuwe. Kijk eens aan. Dat was allemaal onderdeel van het plan. Zo. Dan moet ik alleen weer terug naar boven. Dat wordt een feest. Woei! Ik moet dus oppassen voor stenen. Dat is wel, is wel belangrijk. Oké, hier zijn we dan weer terug op Mount Chiliad. Nou is de vraag, wat is verstandiger? Afstand of hoogte? Want we kunnen ervoor kiezen om zo hoog mogelijk te boosten, zodat we dan verder kunnen gliden. Of ik boost juist zo ver mogelijk. Maar in de hoop dat we dan gelijk gewoon, ja, op de goede hoogte zitten, zeg maar. You know what I mean, oké? Ik hoef niet zo moeilijk te doen. Ik ga in ieder geval niet meer daar doen. Daar heb je die stenen. Ik hou het gewoon hier. Heel simpel. Gewoon een beetje schuin zo. Ik denk dat dit een perfect stukje is. Dit hier. Helemaal mooi. Oké, zijn we er klaar voor? 3, 2, 1. Ready for takeoff. Woo! Alleen de vraag of ik het echt ga halen. Ik denk dat het nog best wel tegen kan vallen. Ja, als we het halen ga ik dus zo meteen mijn jacht verplaatsen. Dan kijk wat de grens is. Ja, kijk, ik moet gewoon letterlijk recht omlaag duiken. Anders ga ik er gewoon zuiver overheen. Het probleem is alleen de landing. Ik denk dat de landing een heel groot probleem gaat zijn. Want ik haal het qua afstand makkelijk. Je ziet dat ik gewoon recht omlaag duik. Dan moet ik alleen een goede aanlooproute zien te vinden. En ook nog eens zien te landen. Zonder dat mijn motor... Dit gaat niet meer lukken. Ik denk dat we een probleem hebben. Oh, jawel. Oh, jawel. Oh, jawel. Oh, nee. Oh, nee! Ik drukte op R1. Ik klapte mijn vleugels in. God damn it. Ik ga hem wel verplaatsen. Ik ga hem wel verplaatsen. God damn it. Ik wil niet lastig doen. Maar ik heb hier een hele mooie gouden ladder. En ik kan hem niet beklimmen. Is dit een grap? Moet ik hier... Kan ik hierin klimmen? Please, zeg dat... Jezus Christus. Zo'n dure boot en ik kan er niks mee. We gaan hem nou dus verplaatsen. Kijken wat een beetje... We gaan de grenzen opzoeken, laat het zo zeggen. Kijken hoe ver we kunnen komen. Ai ai, captain! Oh, what? Move for free? Oh, for a fee.
Juist. Nou zitten we dus daar. Oh, dat is een nieuwe afstand. Dat kan wel gelijk een stuk interessant worden. Dat is veel te verwerken. Dat gaat allemaal niet worden. La 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 la. Oké, okay, dit en dit is in principe hetzelfde. We kunnen daar doen. Maar ik denk dat dit wel een hele toffe uitdaging gaat zijn. Ik denk dat we daarin gaan. Op naar, naar North Chumash. Alleen het probleem, hoe ga ik nou... Wacht, ik heb een helikopter. Je kan zeggen wat je wil, maar zo'n jacht is op zich nog steeds wel heel erg dik, hoor. Heel veel mensen zeggen, ah, je hebt er geen fuck aan. En in principe is dat ook wel zo. Maar ik heb er geen spijt van, want ik heb er zelf ook een. Ik vind het wel gewoon tof. Het is wel een beetje een statussymbool. Er zijn een hoop dingen die ik liever weg wil doen dan mijn jacht. Maar we moeten dus vandaar, dat puntje daar al in de verte, hier naartoe gliden. Dat wordt nog interessant. Dat wordt nog interessant. 6.5 hours later. Oké, okay, we gaan nou dus proberen om naar dat andere jacht te vliegen. En dat is een behoorlijk verschil. Dus je kan zien, nou staat hij daar. En net stond hij hier. Dit gaat lastig worden. Dit gaat oprecht heel erg lastig worden. Het is belangrijk dat ik een goede start maak. Want goed begin is het halve werk. Zeggen ze altijd. Ik zat net aan te denken of ik dat dak zou gebruiken als ramp. En ik probeerde het en ik vloog van mijn motor af. Dus dat gaan we niet doen. Here we go! Dat was een slecht begin. Dat was een heel slecht begin. Ai, 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 ai. Dat was niet goed. Nou ben ik ontzettend benieuwd hoe ver we kunnen komen. Als we dit zo kunnen volhouden, dan ben ik ontzettend blij. Want dit is volgens mij een beetje de sweet spot die we nou hebben. Waarbij ik niet echt naar beneden zak. En alsnog gewoon vooruit kom. Maar... ik merk al dat het moeilijker gaat. En volgens mij ga ik ook... Oh. Volgens mij ga ik ook een beetje verkeerd. Ik moet verder naar links. Dat jacht staat veel verder weg dan ik dacht. Oh mijn god. Het feit dat ik hem nog niet eens kan zien, zegt denk ik al genoeg, of niet? Ik zie nog niet eens een jacht. Oh mijn god. Je kan wel echt een stuk verder vliegen dan ik eigenlijk had verwacht trouwens. Dit gaat vlekkeloos. Maar nogmaals, één kleine fout en je keldert naar beneden als een baksteen. Oh, daar is hij al. Oh, daar is hij. Daar is hij. Kijk. Wow. Oké. Okay. Oké. Okay. Je kan echt een stuk verder vliegen dan ik had verwacht. Dan vraag ik me af of het mogelijk is om helemaal naar de stad te vliegen. Ik neem aan van wel dan. Ja, nailed it. Waar is mijn motor? Waar is mijn motor? Ja! Via het dak naar binnen. Oh, we did it, boys. Ik had verwacht dat mijn motor nog weg zou vliegen. Fuck yeah. Holy shit. Dat leek minder ver dan het daadwerkelijk was. Kijk hoe ver dit is. Dat is best wel pittig ver. Holy shit. Boys, we did it. Wie had dat nou verwacht? En het mooiste van alles is, mijn motor werkt gewoon nog. Ik heb het gewoon overleefd. Dat is oprecht wondergek. Hey, ik denk dat ik de video hierbij ga laten. Nou wil ik wel aan jullie vragen, kom met wat leuke originele challenges. Want ik denk dat je hier sowieso met deze motor alleen al heel veel dingen kan bedenken. Het hoeft dus niet met de motor te zijn, maar mag. En waar zal ik nou even snel heen vliegen? We gaan nog heel even snel terug naar het land. Ik hoop niet dat ik vast kom te zitten achter deze reling. Dat zou lullig zijn. Jawel, ik kan niet eens een wheelie doen. Hoe gaat dit aflopen, denken jullie? Ik kan geen wheelie doen. Gewoon gelijk rocket. Ja, gewoon gelijk rocket. Hoppakee, geen probleem. Maar ja, ik ben benieuwd wat voor challenges jullie kunnen bedenken. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze nieuwe video van GTA Challenges. Is volgens mij inmiddels 3 jaar geleden of zo. Dus ja, ik vind het leuk om dit terug te brengen. Vooral omdat Road to 2,5 miljoen op zijn einde loopt. Races doen we al niet meer. Of in ieder geval niet in video's. We streamen het wel elke week, elke vrijdag op Twitch. Link in de beschrijving. Maar ja, voor dit leuke video laat sowieso een like achter. Abonneer voor meer, klik op de bel. En hopelijk tot al snel. Houdoe!